Een hele goede morgen allemaal. Nou, wij hebben heerlijk geslapen op dit plekje. Alleen, gisteren was dat restaurantje niet open. Die is nu wel open. En wat is er gebeurd? We staan helemaal klem. En dan niet zo'n klein beetje klem, maar gewoon echt tot op de centimeter. En ze zijn daar gewoon vrolijk aan het eten en aan het koffie drinken. Maar ik moet even wachten tot deze man weg is, want ik kan er niet uit. Het is nog vroeg. Het zonnetje komt net op. Maar het belooft weer een hele mooie dag te worden. Want kijk, het is weer begint er weer een blauw luchtje te komen. Dus ik heb goede hoop dat het weer een hele mooie dag wordt. Daar zit ze weer hoor. Altijd lachen. Altijd lachen. Katja die lacht altijd. We zitten weer lekker aan een ontbijtje. Ik heb echt, dit vind ik zo lekker hè. Een broodje met echt van die oude Friese nagelkaas. Dat is echt een guilty pleasure voor mij. Heerlijk. Nou, we gaan even lekker ontbijten. Ja, en tegen al die Nederlandse horecaondernemers, daar zou ik tegen willen zeggen van kom naar Spanje en begin hier een restaurantje. Wat is het hier druk, zeg, bij dat restaurantje. We staan er natuurlijk tegenover. En het is een komen en gaan van mensen. Ik denk dat het gewoon een beetje voor de snelle hap is. Want ze blijven heen en weer rijden. En dan die naar binnen, dan die naar binnen. En dan hup, weg. Dus, maar het blijft constant druk. Dus de restaurantjes lopen hier prima. Tenminste, deze in ieder geval wel. Nou, we zijn weer onderweg. Laten we hopen dat de laatste 183 kilometer ook goed gaan. Dus, fingers crossed. Ik hoop het zo, dat we geen problemen onderweg krijgen. Want ja, dat is zo waardeloos. En ik moet een stukje over de snelweg om Valencia heen te gaan, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dus we gaan het zien. Ik ben behoorlijk gespannen, kan ik je zeggen. Dus ik hoop dat alles maar tot een goed einde komt. Over 500 meter, de eerste 17 kilometer is nog binnendoor. Ik ga via Sagunt net voor Valencia de snelweg op, om Valencia heen. En dan wil ik eigenlijk de snelweg weer af. Ja, de eerste 17 kilometer zal het wel redelijk vlak zijn. Het is trouwens nog redelijk vroeg. We zijn om 10 uur weggereden, dus... nog redelijk koel. Dat is ook weer een voordeel. Over 500 meter neem op de rotonde de vierde afslag en rijd door op de CV320. Ik zie je trouwens net een ik zie iets van een bouwmarkt, dat er hier een bouwmarkt zit. Dus vlak voor Sagoen. Als dat zo is, dan ga ik eerst kabels halen. Nou, we zijn, ik heb het even ingetoetst op de navigatie. We zijn op weg naar de Leroy Merlin. Dat is een bouwmarkt. Die zit hier 4 kilometer vandaan. Dus dan ga ik eerst even spullen halen. Maar Katja die wordt weer helemaal...
zeg je dat, vrolijk van de naam van de straat. Die heet namelijk Corona. Over 200 meter neem op de rotonde de vijfde afslag naar de CV320. Ja, en nou maar hopen dat die bouwmarkt ook open is. Want dat zou ook nog eens kunnen zijn, want het is maandag natuurlijk. Vertel er al, dus de bouwmarkt dicht. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, nog een kilometer en dan... weten we meer. Hier kost de diesel 96 cent. Ja, ik heb net getankt. Voor 1,10 euro. Dat viel ik nog wel mee. Rijd naar het zuidoosten en sla linksaf. Kijk, hier hebben we de Leroy Merlin. Dat is een gigantische bouwmarkt. Nou, dan moeten ze toch wel... dan moeten ze toch wel iets hebben voor mij, lijkt mij. Sla linksaf. Oh, zit hier. Sla linksaf en sla linksaf. Er zit hier ook nog een autoshop. Dat is ook mooi. Nou, de kabel die heb ik. Dit is een behoorlijke dikke kabel. Ze hebben het helaas alleen in het zwart. Maar ja, kabelschoentjes hebben ze hier niet. Dan moet ik even bij de... bij de autoshop halen, die zit hier tegenover. Ik denk dat die wel hebben. Dus ja, dit is wel een mega bouwmarkt. Dus ja, het is eigenlijk alleen maar voor huistuin en keukendingen. Als je me niet goed verstaat, ik heb een mondkapje op, dus vandaar. We gaan even afrekenen, dan gaan we naar de autoshop. Nou, ik was even bij Norauto naar binnen. Ja, echt hoe je hier behandeld wordt. Zo vriendelijk, die mensen. De jongen die kwam gelijk met me mee. Hij zegt, oh, ik heb ook zo'nzelfde bus. Hij zegt, alleen een multivan. Dus hij heeft gelijk even meegekeken. Helaas had hij niet die, die andere... Kijk, deze. Die had ik eigenlijk ook in deze moeten hebben. Maar ja, die hebben ze niet. Dus ze hebben wel deze. Deze had ik al net bij de Leroy Merlin gehaald. Ze hadden wel lekkere handschoentjes voor Katja. Dus die heb ik ook gelijk gekocht. Dus nou doe ik deze kabeltjes, doe ik een klein, die kabel nu, die er nu op zit, doe ik even afknippen een klein stukje. En dan zet ik deze ertussen met deze kabel. En dan moet het ook lukken. En ik heb voor de safety nog een extra kannetje... koelvloeistof meegenomen. Nou ja, ik ga het eerst even nu fixen voordat ik naar Benidorm ga rijden. Nou, Katja die is helemaal blij met de nieuwe handschoenen, want die passen perfect. Dus ze had nog geen scooter handschoenen, dus nu heb ze goede echte met bescherming. Dus past ze goed. Nou, de eerste kabel die heb ik klaar. Deze. Ja, ik moest even wat trucken om dat stekkertje erop te krijgen. Want het is natuurlijk... hier zit een dunne snoertje aan. Want ja, die dikke kabel, daar zijn geen stekkertjes voor. Dus nou ja, moest ik het even zo doen. Ik hoop dat dat gaat. Kijk, deze die stopt net waar ik bezig ben. En er staat een telefoonnummer op. Mocht ik nou problemen hebben, 24 uur service. Dus zullen we gelijk eens even vastleggen dat telefoonnummer, mocht ik het nodig hebben. Het is wel een puinhoop geworden hier. Dus we gaan even opruimen zo, maar we gaan het even testen. Nou, die werkt. Ik heb hier een paar
goede dikke kabels aangezet naar de accu toe en dan hier naar binnen. Dus dan kan ik de ventilator gewoon vanuit binnen bedienen. Voorlopig. En terwijl ik aan het werk was, ik heb het helemaal niet gemerkt, wat staat hier? Er staat zowaar een Nederlandse camper. Ik heb hem helemaal niet aanzien komen. Ik denk, ik heb ook nog een beetje schade, dus er zit nog een beetje werk voor Peter aan. Ja, de man of de vrouw is er helaas niet. Over 100 meter, neem op de rotonde de eerste afslag. Nou, reparatie geslaagd. Ja, heeft wel weer anderhalf uur gekost, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Spaanse camper dus. Ik ben benieuwd of we er nog meer gaan zien. Nou, kijk, dit is nou precies wat ik bedoel als je aan de kant van de vluchtstrook kijkt. Nou, dat is een smal strookje, daar kun je nog niet met je fiets bijna op rijden. Dus als je hier wat krijgt, ja, dan heb je wel een serieus probleem. Dat is het enige nadeel van die Spaanse snelwegen, vind ik. Maar ja, we moeten er even op. We moeten om Valencia heen. Kijken, wat komt hier? Een Duitser. Het kan natuurlijk zijn dat die campers allemaal over de snelweg rijden en dan zie je ze ook niet. En nog een Duitse camper. Ik vermoed dat ze toch allemaal over de snelweg rijden. En een Zwitser. Ik heb het al lang in de gaten, die mensen rijden allemaal over de snelweg. Nou, we rijden nog steeds over de AP7, over de snelweg. Ik heb over 2 kilometer een tankstation. Dan ga ik even stoppen. Hier is het tankstation nog 1000 meter. Dan ga ik even stoppen en de boel controleren. We moeten nog 81 kilometer. Dus de eerste 100 kilometer, dat is tot nu toe goed gegaan. Dus laten we hopen dat die andere 80 kilometer ook geen problemen gaan geven. Maar ik wil toch even de boel checken. Dat met die ventilator, dat werkt fantastisch, moet ik zeggen. Maar ik wil toch even het koelvloeistofpeil checken, dus even kijken hoe de boel ervoor staat. En kijk eens, helemaal geen koelvloeistof gebruikt. Het heeft gewoon te maken met die ventilator. En waarschijnlijk met dat de thermostaat niet helemaal lekker is. Maar dat blaast gewoon hartstikke lekker hier. De motor is lekker koud. Top. Nou, kunnen we met een gerust hart verder.
straks de afslag Benidorm hebben. En daar onderaan de afslag staat Herman te wachten. En die haalt ons op. En dan, dan kunnen we gaan sleutelen. Ik kijk er naar uit als ik er ben. Kijk, ik zit om met klamme handjes te rijden. Ja. Het is toch een. Nu ook weer heb je zo'n stuk wat flink omhoog gaat. Ja, en dan. Dan denk je als het niet te lang duurt. Maar voorlopig gaat het voorspoedig. Nog 36 minuten en dan zijn we als goed is bij de afslag Benidorm. Bergjes. Wel een gaaf gezicht trouwens. Een klein stukje om een kilometer of 16. Nou, we zijn bij de afslag. Benidorm, als het goed is. Neem afslag 65. Staan Herman en Jelly ons op te wachten. Hier zo. Die waren er al, die hadden net gebeld. 600 meter weg vervolgen naar de CV 753. Als het goed is beneden aan de afslag. Die rijdt voor mij met mijn aanhanger. De oprit naar N332 op richting Altea Valencia. Rij 1,5 kilometer op de CV 758. Het gaat inderdaad aardig stijl omhoog hier, dat lijkt niet zo, maar daar had het busje wel moeite mee gehad, denk ik. Maar het is wel mooi hier zo, jongens.
Nou, we zijn inmiddels bij deze ontzettend lieve mensen beland. En die hebben hier een geweldig optrekje. En ik zal jullie een paar beelden laten zien. En hier kunnen we ook sleutelen. Dus ideaal. Nou, dit is de godvader van het geheel. En kijk eens, dat wil ik even, hoe ziet die man eruit? Hè? 82 jaar en dan zo fit. Dat krijg je van het Spaanse leven. Ja. Kijk. Nee, we staan hier heerlijk voor de garage. Dus we kunnen hier een beetje sleutelen. Daar staat hun camper en ze hebben nog een andere auto. Hier hebben ze nog een heerlijk zwembad. Ja, dit is echt een gouden plek, joh. Ideaal. Dus, en hij is helemaal gek van oude motorfietsen. Dus hij heeft ook nog twee oude motorfietsen. Ga ik jullie even laten zien. Kijk, dit is natuurlijk geweldig. Hè? Dat vind ik fantastisch. Een paar van die oude motorfietsen. En dit is nog guilty pleasure. Want mijn familie had voor mij, die had vroeger ook zo'n Moto Guzzi. Mensen die vergeleken dat altijd met de tegenhanger. Moto Guzzi was altijd de tegenhanger van de Harley, hè? Is het zo? Ja. Je had Moto Guzzi fans en die hadden niks met Harley. En die Guzzi rijders, die Harley rijders hadden niks met een Moto Guzzi. Ja, geweldig. Ja, ik snap het. Twee racefietsen, ja. Nou snap ik dat jullie zo fit zijn. De eigenares is er trouwens ook bijgekomen. Ja, jullie hebben een geweldige plek hier, moet ik zeggen. Heerlijk. Ja. En 22 jaar al hier, hè? 22, ja. Ja. Geweldig. Kijk, Katja die wordt gelijk op sleeptouw genomen. Dus dat is geweldig, hè? Oh jongens, kijk eens even. Ja, hier zitten we zomers in, altijd te eten en zomers, dan kun je nu toch ook heerlijk zitten? Ja, het is nou te koud, joh. Nou te koud, zegt hij. En we moeten douchen altijd buiten hier om de hoek. Ik heb wel een badkamer, maar. Oh, nou, even kijken dan. Even kijken dan. Wat een plekje, jongens. Oh, hier, heerlijke buitendouche. Nou ja, dat is wel super natuurlijk. Lelijk zo'n veranda, zeg. En gewoon een complete buitenkeuken. Zo, lig jij een beetje te gapen, maat? Hey. Huh? Die liggen een partij te gapen. Nou, met het zonnetje op de achtergrond sluit ik deze video af. Wij zijn hier uitgenodigd om een lekker hapje te eten. Dus ik ga even een flesje wijn uit de auto pakken. Dan gaan we een lekker hapje eten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Morgen weer een gloednieuwe vlog. En ik zou zeggen, heb je vragen, doe het onder in de comments. En heb je opmerkingen, aanmerkingen, alles is goed. Ciao!